Gefeliciteerd. Dankjewel. Ging het vrij simpel? Ging het zo simpel als het eruit zag? Nou, ik heb volgens mij al voor deze wedstrijd gezegd dat doelpunten het resultaat bepalen. En als je snel scoort, dan gaat het natuurlijk wel wat makkelijker. Maar als je dan weer een penalty weggeeft, ja, dan is het weer moeilijker. Maar gelukkig scoorden we weer heel snel. Ja, en dan gaat het weer wat gemakkelijker. Maar de doelpunten geven de doorslag. En ik vond in de tweede helft dat Hongarije wat ongeorganiseerd speelde. Waardoor we eigenlijk makkelijk naar een grotere uitslag hadden kunnen uitlopen. Maar nu ben ik in ieder geval blij dat we er nog twee bijgeprikt hebben. Maar dat hadden er ook veel meer kunnen zijn. Ja, of moeten zelfs. Moet je dan eigenlijk alleen maar tevreden zijn met een hoog resultaat hier? Ja, ik ben enorm tevreden. Volgens mij hadden wij een hele moeilijke start met het Nederlands elftal. Gezien de voorgeschiedenis. En gezien het feit dat we meteen tegen de beste land moesten. En nu Hongarije uit, wat normaal gesproken ook een land is die daarvoor wil strijden. Althans, dat schreef de media hier. Ja, dan ben ik blij dat wij twee wedstrijden gespeeld hebben. 6 punten. Dat we 6 doelpunten gemaakt hebben in 2 wedstrijden. En maar 1 tegen hebben we gehad. En dat was nog een penalty. En we hebben niet veel kansen weggegeven. Ja, dan kan je alleen maar heel tevreden zijn. Ondanks het feit dat stakeholders van het Nederlands elftal voor de wedstrijd plotseling eruit vallen. Dat is Robben en in de rust van Persie. Ja, want hoe erg is het met die twee? Ja, dat weten we niet. Maar er was natuurlijk niet veel aan de hand. Het is een warming-up en dan voelt hij wat in zijn liesstreek. En dan hebben we uit voorzorg besloten om dat niet te doen. En datzelfde geldt voor Van Persie. Die had een paar schoppen gehad van een aantal Hongaren. Ja, die heeft een kneuzing opgelopen. Dat gaat opstijven. En datzelfde heeft Strootman eigenlijk ondervonden. Die had meteen al een knietje in zijn rug na een kwartier spelen. En die heeft ook doorgelopen. Maar goed, als het dan weer gaat opstijven, dan moet hij er ook uit. En dat zijn de wissels. En hetzelfde geldt voor Martens Indy. Die ook uit voorzorg eruit is. Die had ook een kneuzing, gewoon een knietje. Een knietje in bovenbeen. Bovenbeen, ja. En dan doet deze trainer dat eruit. En dan wisselen we. En ik moet zeggen, mijn keuze van mijn wissels waren heel goed. Want Lens scoort er 2 en Huntelaar scoort er 1. En Mastijzen viel gewoon zonder een warming-up heel goed in. Maar het lag toch wel een beetje aan Lens zelf. Hoe bedoel je? Nou, ik zeg van, ik heb heel goed gewisseld. Of de bondscoach heeft heel goed gewisseld. Maar hij deed Mag ik niet zeggen. Maar mag wel. Maar, okay. Nou ja, dan. Oké, sorry dat ik dat gezegd heb. Lens heeft het zelf gedaan. Tuurlijk heeft Lens het zelf gedaan. Ik zeg alleen maar wat over mijn keuze. Ja, en toen zei ik van Lens, bedoel, dat gebeurt zelden dat iemand die zo kort voor de wedstrijd hoort dat hij mag invallen, moet invallen, en zo goed staat. Ja. Maar misschien heb je de training gezien dat hij zowel rechts als links moest trainen. Ja, die zat. Ja, dat is toch opmerkelijk, hè? Ja, maar dan toch, als je het in de wedstrijd dan ook doet, zoals hij deed. Ja, dat is fantastisch. Ik was ook erg blij voor hem. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel.